rijkhalsend Oezbekië hebben uitgekeken naar hun bijdrage aan de compacte crossovers. Dat hadden ze een hele lange tijd eigenlijk niet echt. Nou, 2013 hadden we al een conceptcar, zagen we een beurs staan, de Provo. Toen zeiden we al dat zou eens een keertje een Nissan Juke concurrent kunnen gaan worden. Nou, inmiddels weten we beter. Hier staat hij dan. Dit is de Stonic. Wat in elk geval van die Provo overgebleven is, is die typische daklijn. Dat maakt hem ook zo leuk. Het fijne is, in deze contrasterende kleuren, hij is totaal leefbaar in 9 kleuren van de koets en 5 kleuren van het dak. Nou, in deze contrasterende kleuren zie je mooi, zie je hoe leuk ze gedaan hebben, die C-stijl. Die loopt namelijk helemaal door in het dak, waardoor je een soort targa-beugel krijgt. En dat maakt deze auto zo bijzonder om te zien. Een hele opmerkelijke ontwikkeling met die compacte SUV's en crossovers. Hè. 2008 sloeg de crisis toe, de hele markt verschoven, de aandacht van het C-segment verschoven naar het B-segment. A-segment werd steeds populairder, het moest allemaal goedkoop en low budget en dat mocht allemaal niet zo leuk meer zijn. Nou, intussen gaat het weer beter met de economie, mensen durven weer geld uit te geven, maar zijn ook wel gewend geraakt aan compactere auto's. En dan ga je die gewoon leuk maken en dan kom je bij dit soort auto's terecht, zo eenvoudig is het eigenlijk. En nou doet Kia uit de laatste jaren toch, zit het toch behoorlijk in de groei. Ook weer met de recessie te maken. Want ja, als je minder geld kunt uitgeven, ga je naar budgetmerken toe. Nou, dat doet Kia gewoon goed. Plus 7 jaar garantie. Dus ja, dat is de veiligheid. Dat is wel een prettig idee. Dus ja, dat bij elkaar opgeteld maakt echt dat ze zo'n auto echt nodig hadden bij Kia. Nou, die is er nu. Zo leuk als het aan de buitenkant is, dat krijg je van binnen helaas niet terug. Ik reed vanmorgen met een diesel met een andere kleurstelling. Dan hebben ze hier met van die lijstjes hebben ze dan een van de mosterd geel metallic gemaakt. Nou ja, je moet ervan houden, maar het is wel heel bijzonder. Hier is het gewoon grijs. En dan, het grappige is, bij de vorige Rio ging Kia ineens een hele gewaagde kant uit qua interieurdesign. Nou, dat blijkt nu een beetje over. Het is keurig allemaal, maar het springt er niet echt uit. Wat ook een beetje tegenvalt is hier dat kunststof hier op die portier en hier op het dashboard. Dat is heel hard en glimmend allemaal. Dat zit bij concurrenten, is het gewoon net wat beter voor elkaar. Wel heel goed is de zitpositie. Ik viel meteen vanmorgen op toen ik ging zitten. Je zit relatief laag voor een crossover, terwijl je toch een wat hogere bodemspeling heeft. Je wilt vaak hoog zitten in zulke auto's, maar soms wil je ook laag en sportief zitten. En deze kan dat in elk geval. Wat wel opvalt is dat je achterin best aardig hoofdruimte hebt. Nou, waarom valt het op? Omdat iemand van Kia mij vanmorgen zei dat de bodemspeling in deze het hoogste segment is en de bouw de laagste. Ja, leuk idee, maar daar komt het dicht bij elkaar en dat kost dus ruimte in je hoofd. Nou, dat valt reuze mee. Wel valt de beenruimte wat tegen. De kofferruimte is met 352 liter keurig. Uiteraard gaat ook deze auto mee met zijn tijd. Dat betekent dat je een behoorlijk rijke uitrusting hebt wat betreft veiligheidssystemen, hulpsystemen. En dan moet je wel de wat duurdere versies nemen, zoals met deze motor. Dan heb je standaard dode hoekherkenning, vermoeidheidsherkenning. Je hebt van die sensoren die kijken als je achteruit op een parkeervak uitrijdt of er verkeer van links of rechts komt. De naam ben ik even kwijt, een hele lange Engelse afkorting. Bovendien heb je ook nog eens een keertje City Brake Emergency. Remmen die vanzelf remmen als er iets gebeurt en voetgangerdetectie. Wat opvalt is dat hij een erg prettig onderstel heeft. Hij is behoorlijk communicatief, redelijk scherp zonder dat hij echt nerveus wordt of hard wordt. En bijzonder ook die besturing. Jarenlang was bij Kia natuurlijk allemaal een beetje vaag en wazig en te licht. Nou, dit is mooi communicatief. Er zit veel gevoel in met wat je op het wegwerken doet. Wat betreft de motoren is er een keuze uit 3 versies. De instapper is de 1.2 MPI, dat is een motor met 84 pk. Atmosferisch is ook wel gekoppeld aan de wat goedkopere uitvoering. Je heeft niet al die veiligheidsvoorzieningen en ook minder luxe uitvoeringen. En een 5-bak, een handgeschakelde 5-bak. Ik zal eerder gaan voor deze, dat is de 3-cilinder 1 liter, de TGDI Turbo dus, met directe inspuiting. Die is 120 pk en standaard een 6-bak. De derde variant is de diesel, een 1.6 CRDI met 110 pk en 6 versnellingen handgeschakeld. De 7-traps automaat met dubbele koppeling komt medio volgend jaar ook in de Stonic